La région brugeoise, hein, du côté d'Alter, plus précisément, pour fêter une nouvelle fois les Anderlechtoises championnes de Belgique. Eh bien, les brugeoises, vous l'avez vu, qui vont fleurir les championnes de Belgique. Geste toujours sympa, évidemment. Retour donc en national, et ça aussi, c'est bon. Et c'est arrêté. Il est excentré, celui-ci. Elle ne va le jouer indirectement, bien sûr. Et Britt Van Hommel devant Scampa. Elle s'est bien rattrapée. Ah, c'était intéressant, ça. C'est un peu laid. Bien de Baudouin, ouais. Baudouin face à Denis. Elle choisit de frapper. Dans la rencontre du titre, face à Wachel. Tessa Oulart. Bien joué, ouais. À l'instant. Il y a danger dès qu'elle est là. Dans le rectangle, il y a danger, bien sûr. C'est Tessa Oulart qui a sorti un livre, hein, vous avez vu ? Natal, il y a peu, devenant citoyenne d'honneur. Ça passe au-dessus, bien c'était joué. Marie Minard, là. Et Arne Tolex. Bien joué, bien joué. Non, c'est bien joué. De lobe. Bah oui, il fallait le faire. Il fallait le lober, c'était intéressant, mais je pense qu'elle peut quand même faire ça mieux que ça. Hein. Pour essayer d'attirer, finalement, l'une ou l'autre joueuse pour la bloquer, et là... Donner la balle. Et si, ça, ça, on la voyait partir. Là. Elle est belle, le contrôle de Tessa Oulart dans la foulée, l'arrêt de Femke Scam. Ce sera la dernière action et donc vous passerez la mi-temps avec Maline, découverte donc. Un club waar je leidt, dat het evenwicht wat tracht te herstellen. Dat is een goede bal. Ja, kijk eens, Oulart weer gevlacht. Alleen wordt er niet gefloten. Club dat hoog staat, Dave. Wow, hier staan ze meer medium blok. Dat is wel een goede bal, los door het centrum. Nee, en ik denk dat... Oh, iets te ver. Wulaert, terug. Ja. Oh, dat is hem. Dat is hem. Met een dikke dankjewel aan Tessa Wulaert, die alle moeite van de wereld deed om die bal terug in het bezit te krijgen. Goed teruglegde op de inlopende Jarne Teulings. En eindelijk de goal. Tweede competitiegoal voor Jarne Teulings. En de 0-1 is een feit. Eigenlijk waaruit voortkomt en dat het een andere wedstrijd is. Ah, geweldig hoe dat ze die bal nog gaat halen, Dave. Dat been heel ver strekte en op die manier net iets vroeger bij die bal kon komen dan Schamp. En dan ja, in een goede scrimmage. Wulaert voor Teulings. Die vinden elkaar wel erg makkelijk. Hè? Dat is een koningsduo geworden. Ja, en dus, zowel op als naast het terrein vinden die elkaar heel goed. Dit is een heel gevaarlijke actie. Hopla! En zo simpel gaat het dan. Colson met haar zesde van het seizoen. Maar jij had het gevoel al direct van bij het begin van de tweede helft. Er is een ander Anderlecht op de mat gekomen dan bij de start van de wedstrijd. Ja, ik vond dat je toch wel merkte dat ze met meer drive naar voren en meer wil op het terrein gekomen waren. En dan kunnen ze hun kwaliteiten ook meer gaan uitspelen natuurlijk. Mooie lange bal alweer. Van buitenspel geen sprake. Wulaert. Nee. Aan goalgetters dat ze altijd liever natuurlijk eentje meer hebben dan eentje minder. Bouabadi met de handeling. Geen paas tot bij... Het was spijtig. Ja, jammer dat ze het overzicht niet kon bewaren. Want in de tweede zone waren er wel de twee speels van Wajelé die 100% aanspeelbaar waren. Wulaert. Ja, en daar gaat hem binnen. Ingel. Nummer 35. We worden op onze wenken bediend. Dankjewel, Tessa. De kers op de taart. Ja, misschien wel de moeilijkste van de drie trappen ze binnen, want het is toch nog van een aantal meter buiten de 16. En de vraag is, van wat gaat Anderlecht doen? Blijven doorduwen en nog meer doelpunten zoeken? Zo lijkt het er toch op. En dan is het opletten voor Club Wiley om de afstraffing te vermijden. Oh. Bal op de paal. Oeh, la, la, la. Dan zeg je, dan ben je niet slecht bezig. Hè? Nee, absoluut. En je merkt toch ook een duidelijke visie. Ook meer doorstroom van jongere speelsters. En naar de toekomst toe kan dat alleen maar een meerwaarde zijn voor de ploeg. Wulaert mag nog eens proberen. Tessa Wulaert. Tessa Wulaert gaat zelf schieten en dat gaat voorlangs. Ja. En daar komt het eindsignaal. Anderlecht sluit de competitie af met alweer een overwinning
Tessa Wulaert mag als topschutter op de lijst gezet worden met 35 goals.